De acht terreurverdachten uit Eindhoven spraken niet alleen over het vermoorden van politici. Bij de rechtbank in Rotterdam bleek dat ze het ook hadden over een aanslag op chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Volgens zijn advocaten ging het om foute grappen, maar het OM gaat daar niet in mee. Geert Wilders was er als een van de bedreigde politici zelf bij in de rechtbank van Rotterdam. Op Twitter liet hij weten met eigen ogen te willen zien of de terreurverdachten die hem wilden onthoofden vast bleven zitten. De acht verdachten werden eind september aangehouden in het Eindhovense stadsdeel Woensel. Het OM zegt dat ze daar ook getraind hebben in een garagebox. Er zijn geen wapens gevonden, maar uit afgeluisterde gesprekken blijkt volgens het OM dat ze het gedachtegoed van IS aanhangen en dat ze serieus plannen maakten voor aanslagen. Verslaggever Raymond Merks die is in Eindhoven bij die garageboxen waar de mannen volgens justitie trainden om een aanslag te kunnen plegen. Raymond, met wat voor bewijs kwam justitie vandaag? Er is afluisterapparatuur gebruikt en zo kon er met die mannen worden meegeluisterd. En in die gesprekken hadden ze het onder andere over het doodschieten van Geert Wilders. En ook keken ze naar de meest gruwelijke filmpjes van aanslagen van de Islamitische Staat, van IS dus. Het nieuws wat we vandaag hebben gehoord is dat die mannen ook zouden gesproken over het plegen van een aanslag bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Heel concreet was dat nog niet, er waren nog geen concrete plannen. Het was ook nog niet voorbereid, maar ze hebben er dus wel over gesproken. En kennelijk was dat voor justitie voldoende bewijs om die mannen in september dus uit hun bed te lichten. Ja, het is ook allemaal erg verdacht natuurlijk. Wat was het verweer van die mannen? En zij ontkennen alles. Hun advocaat zegt dat het wilde fantasieën waren, grootspraak, opschepperij. Geen concrete plannen werd er benadrukt. Maar het is maar de vraag of de rechter daarin meegaat. Over een week dan weten we het, want dan doet de rechtbank in Rotterdam uitspraak.